Hi, goeiedag. Welkom op mijn kanaal. Hoop dat je een leuke dag hebt. Zover als je dag is. De nieuwe seizoensupdate van Catrice. Ik moet zeggen, ik vond het niet heel bijzonder. Ik heb wel wat dingen ervan gekocht, maar lang niet alles. Ze hadden onder andere een palet met bronzer, blush en highlighter cream producten. Dat zag er veel te donker en veel te fel uit voor mij. Er was holo oogschaduws en zo. Nou, dat holo highlighter. Dat is voor de jongere generatie, moet ik maar denken. Liquid oogschaduws waren gewoon niet mijn kleuren. Dus ik heb wel wat gekocht, maar het is heel beperkt. Allereerst heb ik nog zo'n Iron Power gekocht. Want dat vind ik een hele fijne nagellak. Wat ik wel heb gekocht. Dat is mijn bril. Is een nagellakje. Dit is een gel nagellak. Dit is kleur 174. Dresscode Casual Beige. En die ziet er zo uit. Dit zijn twee laagjes. Raad een alarm af. Oké. Wat ik wel heb gekocht is een primer. De Skin Glaze Hydrating Serum Primer. En dan staat er verder niks op. Met 0,5% squalaan. Shake well, apply all over the face for a glass skin finish. Avoid the eyes and lips. Dat was het. Oké. Shaken. Nou, dat is wel genoeg, denk ik. Geshaked. Voor je hele gezicht. Het voelt aan. Het ruikt niet echt. Het voelt een beetje dikker aan. Als een soort lotion. Plakt wel. Oké, ik krijg er echt een glaas, zeg maar, ja, het doet niets verder voor je poriën en zo. Ik ben benieuwd of het echt hydrateert. Oké. Ik ga de rest van mijn gezicht even doen. Ben ik zo terug. Zo. De basis zit erop. En ik heb blush en bronzer toegediend, wou ik zeggen. Aangebracht. Dat zat allemaal niet in de update. Ik heb nog geen highlighter opgedaan. Oké. Wat ze wel hadden. Dat klinkt heel dramatisch. Dat is het niet, hè. Het is heel goed mogelijk dat je gewoon een keer de update niet leuk vindt. Is dit is de All-in-One Brow Perfector.
Dus dan heb je hier een potlood. Hier een poeder. En een spoelie. Nou, laten we het gaan doen. Dit is de kleur blond. Ik had blond gekocht en lichtbruin. Omdat ik gewoon... Oké, nou ben ik op zich niet heel... Ik gebruik die spoelies niet zo heel vaak, moet ik eerlijk zeggen. Hij is te zacht. Dit is de kleur blond die ik nu gebruik. Het is een soort pomade, pomade, zeg maar. Het is niet echt een potlood, het is meer een soort jelly structuur. Ja, dit is wel een hele goede kleur voor mij hoor. Nou ben ik benieuwd wat er gebeurt als ik een heel klein beetje van die bruin hier doe. Om de staart iets donkerder te maken. Ja. Ja, dat vind ik heel mooi. Dat is een heel, ik vind het een heel fijn potlood. Ik ga nog even met mijn eigen spoelie er doorheen. Dat is deze. Even wat zachter. Ja, ja, heel prima. Echt heel prima. Voor lippen heb ik een nieuw lippenpotlood. En dat is niet nieuw bij Catrice hoor. Deze bestaan al. Maar ik denk dat de kleur nieuw is. Dit is 170 Chocolate Lover. Hier ben ik een beetje nerveus voor. Het is wel heel donker. Ik probeer met... hele lichte hand... en hem dan gelijk een beetje uit te smutsen. Pardon. Ik heb trouwens de True Skin Foundation op van Catrice. En geen concealer. Oké. Ja, dit is een mooi potlood. Het is een fijn potlood. Ik vind al die potloden van Catrice wel fijn. Ik heb zelf liever een gewoon potlood. Zeg maar niet zo'n draaiding. Oog gaat tranen nu. Het is wel een hele donkere kleur. Daar had ik... nog zo'n mat intense lip ding gekocht in een hele spannende rode kleur, maar die is niet voor nu. Wat ze nieuw hadden, is de Shine Bomb Lip Lacquer Long Lasting. Ik heb de kleur 70 Hoodie.
En wat zij zeggen, shiny liquid lipstick with intense color payoff. Comfortable wear and non-drying. Shake well before use. Als je wat hoort blaffen, dan is dat Anton. Voor degene nieuw zijn, Anton is mijn hondje. En die is van 5 oktober, dus die is net over de 3,5 maand. Zou dit genoeg zijn? Je hoort ook niks. Alsof er niks gebeurt. Ik zal hem eerst even laten zien, hè. Dat is deze. Dit is niet de lichtste kleur. Het is heel dun. Ja, ik vind het wel een mooie kleur, moet ik eerlijk zeggen. Het voelt een beetje als die van de Super Vinyl van Maybelline. Dit is wel een hele mooie kleur. Gaat ook heel goed met deze lippenpotlood. Lipliner. Hij plakt niet zoveel als de Maybelline. Oké, ik ga het goed laten opdrogen. En als hij dan echt bij zitten, dan zijn wij blij. En dan hadden ze dit. Dit is de Eye Makeup Tool. Ik weet het niet. Ik had echt meer zoiets van, probeer het gewoon. Er zat verder niet echt iets interessants bij. Dus waarom niet? Moet ik wel even mijn... Deze. We gaan gewoon die van Elf gebruiken. Dan doen we eerst even... Gewoon de lichtste kleur. Over het hele ooglid. Zo. Even kijken hoor. Ik kan niet eens lezen zonder bril. Ik ga hier nog een van bestellen, maar dan een lichtere kleur. Hoewel ik deze echt niet vind misstaan. Ze zeggen dat dit voor de cut crease is. Hoe gaat dat dan? Dan moet je zo en dan... Nou, dat werkt toch gewoon niet. Dan neem ik een, ja, zo'n potlood ding. Hier ben ik
veel te grof in mijn handelingen voor, denk ik. Dit werkt niet. Hier kan ik gewoon niet mee omgaan. En dat ligt volledig aan mij hoor. Dat heeft echt niets met het product te maken. Of met de tool in dit geval. Ik kan gewoon niet omgaan met dat soort dingen. Nou. Zo. En dan gaan we even wat mascara opdoen. Hallo. We nemen de False Lash van Catrice. Soms met dit oog zit mijn velletje ertussen. Dit krult gewoon niet zo makkelijk. Zo. Ik verwacht even. Dit is de Clean ID van Catrice. Die is bijna op. Ik verwacht dat het niet blijft zitten, want ik ben nog steeds hartstikke verkouden. Zo, lekker even het poederige effect weghalen. Zo, dit is hem. Dit was alles wat ik interessant vond, of het interessantst vond aan de nieuwe Catrice-update. Het is echt een heel klein beetje. We hadden de primer, oké. Okay. Die voelt echt oké okay aan en helemaal niks mis mee. Dan hadden we het rode lippotlood, heb ik niet gebruikt. De nieuwe Shine Bomb voelt goed, voelt niet uitdrogend tot nu toe. Geeft een heel klein beetje af, zie je dat? Heel klein beetje. Dus als hij lang blijft zitten, vind ik dat goed. Het was een nieuwe kleur lippotlood en er waren nieuwe wenkbrauwproducten. Dat vond ik het interessantst. Kijk. Oké, ik ga even mijn geknoeide mascara opruimen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Zie ik jullie graag bij de volgende. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Dat vind ik gezellig. Laat een bericht achter. Ik lees ze allemaal. En tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei!